Nikki, deze maand is een beetje bloeddrukmaand. Ja, weet jij hoe hoog je bloeddruk is? Ik heb geen idee. Nee, nou ja, deze maand kan je erachter komen. Want er zijn heel veel plekken waar je gratis eens even een controle kan laten doen. Het is een initiatief van de Hartstichting. En het idee is dat ja, je natuurlijk beter kunt voorkomen dan genezen. Zo kun je nu naar bibliotheken, thuiszorgwinkels, drogisterijen en zelfs sportwinkels, waar dan je bloeddruk wordt gemeten. Voeten plat op de grond en dan mag je nu op het startknopje drukken. In de leeftijdsgroep tussen 40 en 70 jaar heeft 1 op de 3 mensen een hoge of een te hoge bloeddruk. Dus kijk om je heen, kijk links, kijk rechts, 1 van de 3 te hoog. Het is van belang dat een bloeddrukmeting vanaf je 40ste, dat je dat 1 keer per jaar doet. Dat was vroeger, moest je daarvoor naar een huisarts, want dat was best ingewikkeld. Inmiddels zijn er apparaten waarbij je dat heel simpel zelf kunt doen. En die zijn ook gewoon te koop. En de Hartstichting gaat ervoor zorgen, wil ervoor zorgen, dat het zo gewoon wordt dat je dat elk jaar doet. Dat het er gewoon bij past. Dat het als een, net zoals een tandartsbezoek, dat je een apparaatje hebt. En dat je dat tenminste 1 keer per jaar zelf even doet. En denkt u nu, nou, dat wil ik eigenlijk ook wel doen. Op de website van de Hartstichting kunt u zien waar een meetpunt bij u in de buurt is. En mevrouw Tasje, een mooi initiatief lijkt me. Wat levert dit nou op? Voor u, zorgt dit er bijvoorbeeld voor dat u het rustiger krijgt? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik vind dit een heel mooi initiatief. Vooral ook verantwoordelijkheid bij de burger zelf. Dat het kan zonder dat je het zorgsysteem in hoeft te hollen. En het ingrijpen op een hoge bloeddruk voorkomt heel veel ellende achteraf van andere ziektes. Dus ik vind het echt een heel goed initiatief. En het is ook heel eenvoudig, hè? En het is heel eenvoudig en blijkbaar kun je dus overal binnenlopen. Dus ja, top.